Voor een duurzame toekomst moeten we de manier waarop we bouwen veranderen. In Project Drive Zero onderzoeken we hoe we het circulaire renovatieproces kunnen verbeteren om dit te bereiken. Recent maakten we hiervoor een mock-up van een prefab circulaire gevel. Bij de opening hiervan vroegen wij mensen uit verschillende branches wat er nodig is om dit breder toepasbaar te maken. Als je het hebt over die transitie naar een circulair gebouwde omgeving, naast een mock-up, wat zich natuurlijk heel erg richt op het technische aspect, is het ook belangrijk om te kijken naar bijvoorbeeld het financiële aspect, de business modeling, van ja, hoe gaat uiteindelijk ook een bedrijf hier gezond geld mee verdienen. Want als we die speler niet hebben, ja, dan kunnen we nog wel technisch zulke mooie oplossingen hebben, dan worden ze nooit uitgerold. En daarnaast, maar ook wel daarna zou ik willen stellen, is ook de acceptatie van gebruikers natuurlijk heel belangrijk. Want we kunnen het technisch uitontwikkeld hebben, financieel uitontwikkeld hebben. Maar ja, mensen moeten het uiteindelijk ook zelf gaan aanschaffen. Als je nou kijkt naar de technologie die we laten zien in de mock-up, als we die nou willen verder willen laten groeien en laten uitbreiden en toepassen in de gebouwde omgeving, dan is het opschalen van ontzettend belang. Dat is van belang zodat we kwaliteit kunnen verhogen en het product ook aantrekkelijk financieel kunnen maken. Zodat steeds meer gebruikers ook daadwerkelijk de technologie die we hebben ontwikkeld in het Drive Zero project met de mock-up kunnen toepassen in hun gebouwde omgeving. Samenwerken, van elkaar willen leren. Dus als je kennis hebt, als er zo'n mock-up is, deel die kennis met de markt.